Voorzitter en inwoners van Nederland. Voor de vierde keer wordt de wet tijdelijke maatregelen COVID-19 nu verlengd. De verlenging van de wet krijgt daarmee sluipenderwijs een structureel karakter. Dat kan wat mij betreft nooit de bedoeling zijn. Het begint erop te lijken dat het wel handig is om de wet steeds te verlengen, omdat heel veel kromme, polariserende, niet werkende en vrijheidsbeperkende maatregelen zo boven ons hoofd kunnen blijven hangen. Er is echter geen noodsituatie meer. Wat er wel is, is schending van burgerrechten, zoals het verbod op toegang tot normale sociale activiteiten als een pretpark, een café, een theater voor een grote groep mensen. Mensen die van hun grondrecht gebruik maken om zich niet te laten testen. We kunnen partijen hier niet leuk vinden of misschien wel heel stom vinden, maar dat recht hebben deze mensen gewoon. En dat recht kan, zeker in de situatie waar we nu in zitten, nooit reden zijn om deze mensen uit te sluiten van de normale samenleving. Ja, voorzitter, de normale samenleving, want de samenleving die we nu hebben is niet normaal. Hoe proportioneel is dit allemaal nog? Hoe lang gaan we hiermee door? Voorzitter, ik kan nog veel meer maatregelen opnoemen die met deze inmiddels niet meer noodzakelijke spoedwet in de hand tot veel leed hebben geleid in de hele samenleving. Maar ik zal proberen me nu verder te concentreren op waarom ik niet vind dat de spoedwet moet worden verlengd. En trouwens, ook 2G moet definitief van tafel. Niks uitstel, afstel. Weg ermee. En wat mij betreft volgt ook snel de verschrikkelijke coronapas. Voorzitter, de COVID-pandemie verandert naar een COVID-endemie. Het is een virus dat in de bevolking is genesteld en dat in de samenleving zal blijven, zoals vele virussen daarvoor hebben gedaan. Het is een virus dat opleeft als de weerstand van mensen vermindert, zoals vele virussen daarvoor hebben gedaan. Het endemische karakter van COVID vraagt erom dat de spoedwet linea recta in de prullenbak belandt. Dat het alleen nog een slechte herinnering wordt aan een verschrikkelijke tijd. Want natuurlijk een verschrikkelijke tijd. Want ik ontken niet dat mensen ziek zijn geworden en ziek zijn geweest. En ik ontken niet dat mensen zijn overleden. Ik ontken niet dat er mensen zijn die nog langdurige klachten hebben gehouden. En ik ontken ook niet dat de zorg is uitgesteld. Maar laten we ook niet ontkennen dat veel mensen depressief zijn geworden. Dat meer jongeren in psychische nood zitten. Dat het zelfdodingspercentage onder jongeren is gestegen. Dat kinderen psychosociale problemen hebben gekregen doordat ze niet meer naar school mochten. Dat ondernemers failliet zijn gegaan. En dat kinderen werd verteld, je mag niet naar oma en opa, want door jou kunnen ze ziek worden en doodgaan. Welke emotionele last is op deze kinderen gelegd? Zelfs UNICEF trok er bij ons over aan de bel. Waar zijn jullie mee bezig? Voorzitter, woorden doen ertoe, ook bij kinderen. En laten we ook niet vergeten dat families, verenigingen en vriendengroepen uit elkaar zijn gevallen. Laten we niet vergeten dat er een tweedeling in de samenleving is gekomen die zijn weerga in deze eeuw niet kent. Voorzitter, terugkomend op de wet. Het endemische karakter van het virus vraagt erom dat de Tweede Kamer vooraf kan meebeslissen over te nemen maatregelen en niet meer achteraf. De zogenaamde nahangprocedure moet enkel worden ingezet bij een crisissituatie. Ik heb hiervoor samen met mevrouw Pauw Verwijn en de heer Van Hagen een amendement ingediend en gezien ook voorgaande sprekers reken ik op brede steun. Hoewel COVID ons leven nog steeds beheerst, raken we gelukkig uit de crisissituatie. Maar voorzitter, het kabinet schrijft dat een ziekte endemisch wordt als deze zonder ingrijpende maatregelen voor langere tijd op of onder een acceptabel niveau blijft. Maar wat betekent dit? Wat vinden we dan ingrijpende maatregelen? En wat is een acceptabel niveau? Hoeveel ziekenhuisopnames is dat? Hoeveel IC-opnames is dat? Hoeveel positieve tests zijn dat? Kan de minister aangeven wat eerder genoemde zin betekent? Want dit is wel erg vaag. In het verslag lezen we dat het aanpassen van de wet publieke gezondheid onderdeel is van een langetermijnstrategie. Maar voor zover ik kon zien vanmorgen, lag die nog steeds niet op mijn bureau. In het verslag staat ook, het kabinet is zich ervan bewust dat dit betekent dat het mogelijk is dat er nog meerdere verlengingen van de TWM, de tijdelijke wetmaatregelen, aan de orde zullen zijn. Voorzitter, nee. Driewerf, nee. Een lange termijnvisie, graag. Maar geen verlengingen meer nu, die ook niet meer noodzakelijk zijn.
Weg met de spoedwet, weg met 2G, weg met de coronapas. Het is genoeg geweest. Het is klaar. Het is tijd om weer te leven. En het is tijd om weer te helen. Dank u wel.